Snel door met de dames. De laatste twee jaar ging Yvonne Jaspers er met de zilveren ster vandoor. Maar wie zijn er dit jaar genomineerd? Irene Moors. Deze week in de tv-kantine, trommelond bij tv-prijzen. Maar één ding, Karin. Niemand mocht het weten. De mensen zijn hysterisch. We genieten er even van. Linda de Mol. Een ezel die loopt geen twee keer tegen dezelfde steen aan, Sjil. Nee, een ezel niet, nee. En ze stoten zich, Martin. En Yvonne Jaspers. Ze wil het eerst meemaken. Ja, niet dat ik doodga, maar... Maar dat je zo slecht wordt, zeg maar, dat je in een ziekenhuis terechtkomt of dat je... Dat ik in ieder geval zo weinig weeg. Is dan nu het moment waar jullie allemaal zo lang op gewacht hebben? Hier zijn de boeren! Ja, die voelde wel een klein beetje aankomen, maar het is wel een klap in het gezicht voor Anita Witsi. Ja. Waar moet hij dit jaar naartoe? Nou, die komt ook heus wel gezellig, want het is een van de gezelligste op dat feestje altijd. Ja. Anita is inderdaad 8 keer genomineerd geweest vanaf de eerste keer dat die zilveren ster in het leven werd geroepen. En dat was in 2000. En toen heeft ze hem uiteindelijk in 2007 gewonnen. Ja. Nou ja, goed, alle drie de dames wonnen al eens eerder een zilveren ster. Linda de Mol in 2001, Irene Moors in 2002, Yvonne Jaspers zelfs in 2006, 8 en 9. En ik ga voor Irene Moors. Ja, dat zou hartstikke leuk zijn. Ja, dat is er zo gegund. Absoluut. Maar het zijn alle drie vakvrouwen, maar die zouden het wel Ja, die willen we. Ja, precies.